De Sociaal-Economische Raad, de SER, gaat over 2 weken een advies aan de regering aanbieden over de gezondheidszorg. Dit liet SER-voorzitter Sila Kisunsing weten na een ontmoeting met president Santokki gisteren. Kisunsing zegt dat SER met de kennis over de brandende vraagstukken, komende vanuit de president, ondersteuning zal bieden door middel van het geven van adviezen. Tijdens de ontmoeting heeft de SER ook het profiel van SER-leden en het versimpelen van het formaat voor het aanvragen van advies besproken. Het staatshoofd sprak over capaciteitsversterking en vroeg verder advies bij het opstellen van een privatiseringsprogramma voor parastatale bedrijven. De SER is een onafhankelijk adviesorgaan dat als doel heeft de regering te adviseren over het te voeren sociaal-economisch beleid, aangelegenheden en wettelijke regelingen van sociaal-economische aard. In het afgelopen jaar zijn er 3 gevraagde adviezen en 1 ongevraagde advies aangeboden.